Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme voert samen met de IDB het Business Climate and Innovation Program uit. Binnen dit programma heeft het ministerie de FAB Foundation Suriname geïnitieerd voor het opzetten van het netwerk van Fabrication Labs in Suriname. Een uitvloeisel hiervan is dat participanten uit Suriname en Frans-Guyana voor hun capaciteitsontwikkeling hebben deelgenomen aan een FAB Academy 2019. Deze opleiding heeft geduurd van januari tot en met juni 2019. HINT organiseert in het kader hiervan de eerste conferentie die vandaag van start is gegaan in het KKF-gebouw. Het thema is How FAB Labs Create the Future Through Collaboration. De participanten presenteerden de door hen uitgevoerde projecten. Ze deden dit middels een expo en vraag- en antwoordsessies. Onder de aanwezigen waren ook Lilian Ferrier, minister Minog, en Steven Sang van HINT. Sang zegt dat deze FAB Amazonia-conferentie een samenwerking is tussen Suriname en Frans-Guyana. Hij noemde het een unicum, de eerste in de regio. En het gaat erom dat we samenwerken om bepaalde doelen te bereiken. Het gaat erom dat we samenwerken om een zogenaamde FAB node in de Amazon te creëren. En dat is een unicum. Het is een unicum, de eerste in de regio, de eerste samenwerking ook in de regio. En het gaat erom dat we kennis uitwisselen, zodat we samen de toekomst tegemoet gaan. Want het gaat allemaal om innovatieve ideeën, innovatieve technologie. En het gaat erom dat we als eenheid gaan optrekken en dat we onze kennis en kunnen delen. Wat betekent de FAB Lab voor de handelssector? De technologie die hier wordt geëtaleerd is allemaal online te verkrijgen. De technologie is nieuwe technologie en het zijn de skills die je nodig zult hebben in de toekomst. Vandaar dat we zeggen dat we als Suriname gelijk mee moeten doen en dat we gelijk gebruik moeten maken van de mogelijkheden. En zodat onze mensen een, ik kan niet zeggen voorsprong, maar een voordeel hebben. En ons, vooral onze jeugd, dat zij die kennis en kunde meekrijgen om ze te voorbereiden voor de toekomst. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, het ministerie van Onderwijs, Technologische Wetenschappen en Cultuur. We hebben de Franse ambassade hierbij, we hebben de verschillende educatieve instanties. Ik kan ze niet allemaal, ik durf niet op te noemen, want dan laat ik misschien eentje achter. Maar het is een samenwerking, een internationale samenwerking. We hebben trainers uit Peru, we hebben trainers uit Costa Rica en de USA. De minister gaf verder aan welke betekenis de FAB Lab voor de handelssector heeft. Hij gaf ook aan welke belanghebbenden betrokken zijn bij deze conferentie die morgen wordt afgesloten.